nieuwe video van Roemende Dingen. Vandaag zit ik in een vrij donkere gang, zoals jullie zien. Ik ben bij het klooster. En hier is de kamer van mijn broer. Die loopt helemaal voorop. Hallo, even. Hallo. Ja, die zijn kamer is hier. Daar zijn we net even uitgelopen. En nu gaan we even een rondje lopen naar hele leuke dingen. Zo. Oké. Heel veel folders. Dat waren heel veel folders. Nog is het daar. Ja. Uitzicht ook. Vet, hè? Ja. Wajo. Het lijkt wel een kerk, joh. Ja, nou ja, het is ook eigenlijk een soort kerk. Oh. Geweest vroeger. Geweest. Deze bankjes komen me bekend voor. Deze bankjes lijken op de bankjes van het treintje in de Efteling. Met de lift is veel korter, want dan ga ik gewoon naar beneden en dan kom ik hier in de keuken. Oh, dan zit je spulletjes, je eten in de lift. Zo, dit is een grote keuken. Wauw, maar dit is de ontbijtzaal. Oh, dit is de ontbijtzaal. Hier ga ik morgen ontbijt brengen. Zo. Dit is blijkbaar de ontbijtzaal. Wauw. Uitgang. Dit is een presentatie vanwege de overheid. Dat is zo één. Ja, vanaf mij. Mooi. Eetzaal. Het is heel. Oké, dit is blijkbaar de keuken. Half uur bezig om dit weg te krijgen. Want ik deed dit aan. Zo. Dit. En er gebeurde niks. Maar blijkbaar is die kapot of zo. Weet je dit het wel? Oké. En heb je dan, kun je hier op alle spullen kwijt? Ja, ik weet het goed dat iedereen hier doet. Want ik zie het echt vast. Jongens, de wedstrijd om. De wedstrijd om wie er als eerste boven is. Papa versus Ruben en Juri. Gewoon daar naar links. Ben je aan het einde van de gang naar links? Hallo? Ja. Dit is een wedstrijd. Nog wel sneller. Ja? Ik kijk die deur bij gewoon aankijken. Dat is toch bij elke lift? Nee. Normaal gesproken zit de deur vast met je karretje. Ah. Jee, eerder. Ik heb nog een paar dingen aan het vragen. Hoi. Wow, dit. Hoe laat wil je? Ja? Ja, maar... Of je hebt een piano. Werk door de piano doen. Dat kan ja, dat natuurlijk ook. Gewoon gebruiken en dit is soms erbij, maar dit moet. Wacht even. Dit was naar het klooster. Ja. En nu weet ik eigenlijk niet wat ik nu ga doen. Wat ga ik nu doen? Naar buiten kijken.
Ik schrok me kapot.